Goedemorgen! Je ziet ons nu niet. We zijn nu richting Geitendreer. Dit is de nieuwe brug van Zoetendaal. Mooie brug. Kijk eens de schitterende brug. Mooi, hè. Een mooie zijn. Heel mooie brug, hè. Ja, mooie brug. Alleen. We zijn op weg naar met de minicamera nu aan het filmen in de auto, dat is gemakkelijker. We zijn op weg, we hebben de moeder afgezet, de mama van Kenji, mijn madame dus. Die is gaan werken. En ik en Kenji, we gaan naar Genk. We gaan ontbijten als we toch op zijn. We gaan lekker ontbijten. Het is een hele leuke dag. Ontbijten en shopping. En dan is deze namiddag. Dan moeten we nog iets doen. Hè. Onze hondje, Chihuahua, is 11 jaar geworden. We zijn naar de kapper en zo. Oké, we zien ons zo. Tot zo. Ja, we zijn hier in de loop. Ik en Kenji, we zijn in de shopping aangekomen. Nu gaan we een beetje. We zitten in de loop. Ja, de shopping maandagmorgen, heel rustig, maar ook nog niet te goed wakker. Shopping maandagmorgen, zie je. Heel langzaam draaien, anders. Ah, Kenji, shopping maandagmorgen. Waarom aan de shopping? Shopping. Shopping altijd zo gezellig. Shopping in. Heel gezellige shopping. Heel gezellige shopping. Yeah. Jumping. Oh, yeah. Yeah. Column, man. Column, man. Here, column. Here, still column as well. Ah, ga de rest op de bank, ik ken ze. Ah, ga de terras. Alle vier. Dat zit er wel op. Ik moet heel langzaam draaien, anders gaat het beeld te veel mensen. Ah, shit, Kenji is op vakantie. Dus Kenji, blijf hier. Ik ga hem beter. Palmbomen. Ah, Kenji, blijf maar hier. Ah, panels. De lunchgarden. Oh. Achter is de molenvijver. Daar kun je naar de molenvijver gaan. Heel fijn om te wandelen. Het is een heel gezellige lunchgarden hier. Daar gaan wij nu naartoe. Tot zo. Ja, je bent een Kenji. We zijn nu op een ontbijt. We hebben nu alles gehaald. Zit hier onder onze ontbijt. Nee, ik moet alleen nog mijn koffie gaan halen. Die ga ik nu dadelijk halen. Kenji heeft croissantje met een fruitsap. Want die heeft al deze morgen toch al slecht gegeten, dus heeft niet meer echt zoveel honger. Maar ja, dat is iets smakelijker te doen. En ik wens je dan wel een fijn ontbijt. Eet, smakelijk. En, ik ben nog even terug. Ik kom nog eens laten de uitzicht zien. Het is hier echt heel mooi om te zetten, als je hier moet eten. Dus kijk, je kunt hier ook je kotjes voor zetten. Je hebt een heel mooi plafond. Heel mooi plafond. Echt heel mooie lampen hangen en dat is de uitzicht
andere kant kijken in de zaak, maar ik vond dat hier veel gezelliger. Heb je een uitzicht naar de molenvijver? Zit je, kunt hier oversteken buiten en dan kun je gaan wandelen. Een fijne mooie uitzicht hier. Achter staat een koffiemachine. Daar staat het nog toe. En dan heb je hier de gang waar je de shopping in gaat. Zit je, dat is de molenvijver. Allee, smakelijk. Ja, even een kijkje in de lucht. Oh, hier is de parels. Parels. Wil je hem op? Daar gaan we. Dat is een mooi uitzicht. Dan kun je hem nog even. Parking. Mooi. Dat is een wonder. Mooi. Dat is de Action. Of, kijk, heb je de Action van hem? Action. Daar is Action. Zit van boven. Open. We gaan het in de honden. En we gaan het naar beneden. Kan je dus gaan spelen met de knopjes, hè, jongen? Dan hangt hij van, want hij heeft de knopjes gespeeld. Dat is blijf hangen. Gaan we omlaag. Dat is wel een leuk spot, man. Heel langzaam gaan. Dan gaan we boven of zo. Dan. Maxi Shop, boeier Toy Sham, nu Maxi Shop, Maxi Toys. Eerst Max Max. Wat shopping? Als eerst Max Max, nu Maxi Toys. Een goed drie gooi, en Max. Alles erbij. Oh, oké, dat is bijna. Gewoon een foto voor Instagram. Ja, wacht even. Goed om dit te doen. Die kant zijn we niet geweest, die kant zijn we zo geweest. We komen van die kant, zo. En dan die kant, zo. Die kant, hè. Ja, ik ga je rijden naar huis. Ja, jongen. We rijden naar huis. Ja, hier hebben we ook weer een nieuwe brug. De SML. Over het kanaal. Ja, jongen. Dit is een nieuwe brug met de Langerlo. De twee wat afgebroken gaan worden. Dat is een nieuwe brug. Oeh, dit is een pak hoger, hè, jongen. Die hebben alle bruggen verhoogd door het Albertkanaal voor de boten. Nee, zo dingen. Daarachter heb je het sluizencomplex. Daar rijden we over. Hier zijn allemaal auto's. Dat is bedrijf, transport, auto's. Ik heb een parking voor je. De houtfabriek. Allemaal mooie bomen al gekut. Erg, hè. Allemaal mooie bomen. Dat is allemaal houtfabriek, hè. Dan de kameel. Hier kwam ik vroeger ook rijden met mijn kameel. Vezelplaten. Houtvezelplaten. Hier lagen vooral houtvezelplaten. Omdat die gelagen houden. Boomstammen. Malen. Worden gelagen. Dat hier alle hout. Voor Esco alles verkrijgbaar. Hout, tuinpalen, alles, die maken alles.
alles goed kunnen. We maken alles. En dat is die autotransporteur. Stoorbart. Autotransport. Er zijn altijd vacatures open daar. We hebben veel transport. De transportbedrijven in België kreunen onder te weinig chauffeurs. Dat is een rode tip. Hop, we gaan bij de door. Hier hebben we occasietrekkers. Tweedehands. Onder met euro 3, 4. Nito, een hele grote fabriek in Nito. Het is overal precies heel druk. Nito, plekbandfabriek. Maak je allemaal plekband. Het is ook druk. Hier zijn de hoofdkantoren van Nito. We gaan die kant uit. We zijn aangekomen, dat loopt hier dood. Ziet je, dat loopt dood. We moeten geen kant uit. We gaan de binnen gouden vraag bakken. We pakken de fietspad. Dat mag niet, ja. Mag normaal niet, maar we doen dat. Een heel voorzichtig de fietstunnel. Deze legieren de voordeel is, die past overal in. We pakken gewoon de fietstunnel, hè, jongen. Ja. De horen toch van ver afkomen, hè. De fietstunnel. Heel voorzichtig, dat gaat allemaal. Dan ben ik helemaal rond. Dan pak ik dat gewoon fietstunnel. Dit is ook een brommer, hè? Ah jongen, dit is een brommer. En we zijn door. En we zijn weg. Voilà. Op naar Schoonbeek. En de regen kent je door de bos, hè jongen? Door de bos en door Schoonbeek. Het is een hele schone traject met de brommerbeel, hoor. Dus dan krijg je even langer met mijn BMW. Met BMW moet ik de grote banen pakken. Allee, tot zo. Ja, het weer is omgeslagen, mensen. Het regent. Man, is het wat? Ik heb gezegd, dat is 5 minuten eerder, hè, mama. Maar dan wou je lezen. Ik zei, kom, grap in de auto 5 minuten vroeger. Dan was ze niet nat. Nu giet het. Het giet telkens weer. Nu gaan we de hond brengen, waar? Dushi, we gaan we brengen? Dushi is 11 jaar geworden vandaag. Dus 77 mensenjaar. Ga naar de kapper. Een eigen boze. Moppertingen. Eigen boze moppertingen, hè. Tot zo, kijk hier is een schone krappe mama, waar de man op verliefd zijn. Tot zo. Ja, we zijn aangekomen bij mij die de hond gaat naar de kapsalon. Allee, ga maar mama. Hoe heet dat hier mama? De home away. Home away, mama gaat instappen met de hond. Daar gaat de hond, daar gaat onze hond. Kapsalon. Home, en waar is dat? Home away from home, terugsalon. Tot straks mama. Ik ga straks terugkomen, hè. Daar komt Mandy. We zijn ook nog even tussendoor de hond afgezet en nu zijn we naar de Aldi. Ja, wij Belgen gaan naar de Aldi. En waar gaan we nog naartoe? Naar de Aldi? Carrefour. Nee, en wat gaan we nog? Lidl. Het. En dan de Action. Ja, dat moet ook de madame ook nog eens zijn. Dus we zijn nu vandaag in de Aldi. Ja, de koffers staan al klaar. Ik ben juist uit de winkel gegaan. Madame komt eraan geschoten. Want daar is madame. Daar is madame. Niet veel nodig, want madame moet alle dagen naar de Aldi. Maar goed dat de Aldi zondag niet open is. Anders waren we zondag ook nog in de Aldi. Hè. Dus. Ja, maar goed, anders waren we hier ook nog eens zondag, hè, Kenji, niet? Voilà. Mama is daar, die had doorstalen. Voilà. Nu gaat mama erin in de action. Ik ga het even uitlaaien. Op de top. Ja, nu staan we achterkant Aldi parkeerd. Nu gaan we naar de Action. Naar de Action. Mama moet iets voor de hond hebben, die verjaardag dus. Dan zit je, hier is de Aldi, hè. Hier hebben we Lidl. Action. Dan gaan we naar daar. Dan gaan we allemaal gaan. Swendy in de Action en kijken voor de honden. Ze zoekt voor de hond verjaardag een knook. Vind je niet, mama, die knook? Dan
kijk. Voilà, nu zijn we een Maxi Zoo. En de action had ze niks. Maxi Zoo. Maxi Zoo. Zo. Heel mooie winkel. Heel mooie winkel, hè, mama. En dat is geen niks, mama, weer al niet. Mama is heel moeilijk met die chihuahua. Allee, tot zo. Oh, voilà, dit is madame nog kruidvat geweest. Maak je zo. Ups, nu gaan we naar huis, ik ben failliet. En Kentje is altijd lastig. Wat zeggen we, Kentje, de volgende trouwens? Ah, hier zijn we dan. Nu gaan we het hondje halen. Allee, mama, gaan we het hondje halen. Kentje gaat het hondje mee halen. Terug bij Home Away From Home. Het weer is helemaal onderslagen. Het regent peperstelen. Ja, madame is bij de hond. De hond gaan halen. Dan wil ik nog even iets vertellen, mannen. Vergeet niet te abonneren en te liken. Hoe meer abonnees, hoe meer likes, hoe meer video's ik kan maken. Dus alsjeblieft, vergeet dat niet. Dat kost u niks. En als ik meer abonnees heb, des te beter. En ik heb gemerkt dat er velen zijn, 90% die kijken naar mijn filmpjes, die geen abonnement hebben. Dus alsjeblieft, abonneer, een kleine moeite. Als je ook een YouTube kanaal hebt, ik abonneer altijd terug. Of iets hoort, iets zeggen ze altijd. En dan zou het ook dat er meer filmpjes komen. Ik probeer 2 filmpjes per week. En met de tijd gaan we altijd omhoog. Maar je moet ook tijd hebben. Mensen moeten ook werken gaan. En dat zijn YouTubers moeten niet werken, maar dat zijn ook mensen die moeten werken. En dat buiten uit doen, tijdens een verlof doen of maandwerk doen. Zoals ik dat moet doen. Dus vergeet dan niet te YouTuben. En tot zo, ze zijn nog altijd nog binnen om de hond te gaan halen. Dus ik zal het rekken ook zetten. Tot zo. Daar komen ze. Daar is de hond. Oh, ik word nat, ja. Daar is onze chihuahua. Dushi. Dushi. Dushi, wat een weerke meisje. Kijk, hè. Oh. Oh, Dushi, kijk eens. Gelukkige verjaardag! Hippie poera! Hippie poera! Moeten we nog cadeautjes thuis gaan kijken? Nee, ik wil het niet zeggen. Ik heb een cadeautje. Ik ga zo maar eens naar huis rijden. Wat een mooi, hè? Wat echt. Wat een echtje. Kijk daar, wat een lieve. Van huis en van naar huis. Voilà, we zijn terug thuis en we gaan douchen, zijn cadeautje geven. Die was al jaloers, kijk eens. Kijk, Kentje gaat op de kant. Kijk. Oh, dat zijn douches en cadeautjes. Wat staat hierop? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Tushi. Happy birthday to you. 11 jaar, 77 mensen jaren oud, hè. Kijk eens. Wat zeg je dan? Nou, ik ben nu wel eens slapen. Zeg de volgende, en wat zeggen wij? Wat zeggen wij? Vergeet niet te abonneren. En de volgende, salut. En we zeggen, geef er een lab op. Tot de volgende.